Goedenavond, u kunt nu kijken naar de rubrieken Actua en Sport van TV Slingeland. Museum Kunstende verhuist van Misterstraat 94 naar twee deuren verderop. Dit was noodzakelijk geworden omdat het huidige pand weer een winkelbestemming krijgt. Half mei zal een nieuwe onderkomen worden geopend met een expositie van de winterswerkskunstenaar Max van Dam, die in 1943 om het leven kwam in het concentratiekamp Sobibor. Afgelopen vrijdag werd de ondertussen traditionele stiletto-race in het centrum van Winterswijk gehouden. Wij wensen u veel kijkplezier bij dit levensgevaarlijke evenement. Edwin van Staalduinen, wat kunnen wij hier vanavond gaan beleven? We gaan vanavond onze stiletto-race weer laten uitvoeren. De deelnemers moeten op hakken van 9 centimeter rondom de kerk hardlopen. Wie het snelste rent, kan de waardecheck van 1000 euro winnen. Al vaker zo'n race gelopen, voor 2 jaar terug heb ik begrepen. Voor 2 jaar terug is de eerste keer was op zondag, nu is het op vrijdagavond. Toen hadden we ook heel veel respons, veel publiek. En we hopen dat vanavond weer veel publiek op afkomt en dat we weer veel respons hebben. Dus. Is het gevaarlijk voor de dames? Moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen? Het is natuurlijk wel, je kunt vallen. Het is natuurlijk op hoge hakken en hard rennen. Het is natuurlijk altijd een risico voor de deelnemers zelf. Als ze vallen is het wel eigen risico. We kunnen de organisatie er ook niet op aanspreken. Maar op zich, als we het droog weer houden en zoals nu blijft, dan gaat het allemaal goed. Dus ik verwacht een hele leuke avond, leuk spektakel. Dus. Die hoge hakken die moeten 9 centimeter hoog zijn, heb ik begrepen? Klopt, ze moeten 9 centimeter hoog zijn. Moeten echte pumps zijn, ook geen schoenen met riempjes. Moeten echte instappumps zijn, dus dat is de voorwaarde. Ja. Hoe ben je ooit op het idee gekomen om dit te gaan doen? Nou, ik had het gezien in Amsterdam en vond ik heel erg leuk. Ik dacht, nou, dat moet ook in Winterswijk kunnen. Vandaar dat heb ik het... Overleg met mensen van de cityvereniging toen en vonden een leuk idee en hebben we het uitgewerkt. Dus vandaar. Dus je doet dit samen met de cityvereniging? Ja. Gaat onder de vlag van de cityvereniging, klopt. Ja. Verleden jaar die race ook gehouden, toen een kleine 18 deelnemers heb ik begrepen. Geen blessures destijds? Nee, het is wel iemand hard gevallen, maar dat ging gelukkig ook goed, dus dat ging allemaal goed achteraf. Dus we hebben het Rode Kruis aanwezig, als iemand valt, we hebben een EHBO bij de hand. Dus. Gaat goed komen, denk je? Goed komen, ja. Als het maar lekker droog blijft. Droog is en we hebben humor en plezier, daar gaat het om. Dat is belangrijk, dus. Ik zie, we gaan gewoon over die rode klinkers, dus niet over deze kasseien. En over de straat zitten, want dit is best wel gevaar, die straatkopjes. En die klinkers is gewoon wat veiliger. En ik wil ook namens allemaal onze sponsors bedanken die dit mede mogelijk gemaakt hebben. Er zijn heel veel bedrijven die een waardecheck hebben beschikbaar gesteld. En ik wil al die bedrijven die dat doen, hartelijk bedanken. Het is gewoon de middenstand hier uit Winterswijk dus? Plaatselijke middenstand, horeca, kledingzaken, allerlei zaken die ze wat beschikbaar gesteld hebben. Worden vanavond opgenoemd, maar op een gegeven moment wil ik iedereen voor bedanken. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Helemaal goed. Okay. Ik heb het nog nooit gezien, maar ik ben echt benieuwd. Wordt helemaal leuk. Ik weet zeker dat je gaat genieten. Ze hebben mij gezegd, je moet speciaal de voeten volgen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Edwin, bedankt en veel succes vanavond. Dankjewel. Ja. We gaan starten de Bora Jongendijk met rugnummer 211. Wat verwacht je ervan? Ik denk dat het geweldig was. Dat het goed komt, zeg je? Het komt nog goed. Ja? Ja, het komt nog goed. Dus je gaat echt voor die 1000 euro aan waardebonnen? Nou, ik heb al een extra rentie. Ja? Ja. Heb je nog extra getraind of zo? Nee. Alleen voor handen. Maar niet te makkelijk. En wat denk je? Is het te doen? Je hebt net even een papier verdiend? Ja, ik ben alleen nog een beetje getraind. Ja? Nee, dat heeft iedereen. Wie ben je? Succes. Dankjewel. Dat ik jou help, hè? Ik denk dat het wel iets anders is.
Wie ben je? Ik ben dag van Nancy. Succes. Dankjewel. Vrouwtje, je ging als een speer. Ja, ik heb het niet gezien. Ja. Je ging echt als een speer. Oké, ja. Als het zo meteen ook nog gaat, dan vind ik het goed. Hoe is dat nou? Hoe gaat het nou? Je werd even gemasseerd. Oh ja, even lekker de benen losschudden. Ja. Ben benieuwd. Ik ook, heel benieuwd. Bedankt. Ze wordt behandeld, wat markeert eraan? Ja, hij is door zijn enkel gegaan. Hij viel meteen mee hier bij de start al. Omdat aan de eerste kant en de buitenkant wat glad is. En nou, ik vind hij is gewoon heel even doorgelopen, lekker dapper. Maar ja, nou heeft hij zijn enkel wat dik. Dus we nou, koelen even en dan doen we er straks even een verbandje om en dan gaat het wel weer. Misschien komt hij wel in een aanmerking voor een originaliteitsprijs. Dat denk ik zeker wel. Ja. Ging het niet zo goed? Nee, ik gleed hieruit aan de zijkant. Ik liep net toevallig op een glad stuk, want ik had wel getraind op een gladde oppervlakte. In een parkeerkelder dus. In een parkeerkelder ook nog wel? Ja, en ik kon ook op zich wel snel optaken, maar... Mijn kopje staat aan. Ach ja, word je hard van. Opstaan en verder gaan. Misschien de originaliteitsprijs? Ja hoor, zo zien we er toch wel uit origineel. Hey, bedankt. Dan met rug nummer 209, Sharida Unali. Ik heb het verkeerd, Sharida. Sharida Unali. Oh. Deborah Jongendijk met rug nummer 211. Dan de nummer 1 van de tweede voorronde met rug nummer 207, Vrouwkje Belksma. Met rug nummer 204, tweede in de tweede voorronde, Rianne Klaamrinker. En derde geworden in de tweede voorronde met rug nummer 217, Vita Salagrimi. Zeg je dat goed? Je hebt al de moeilijkste naam, daar zouden ze ook een prijs voor moeten hebben. Had je nou gewonnen? Dames, zijn jullie er klaar voor? Net als bij de voorrondes. Dan zal meteen een startschot klinken en alleen als dat schot geklonken heeft mag je starten. Eerder starten betekent valse start opnieuw. Nog een keer valse start betekent gedisqualificeerd. De prijs voor de nummer 1 is 1000 euro aan waardebonnen. De prijs voor de nummer 2 is 600 euro aan waardebonnen. En de prijs voor de nummer 3 is 401. We moeten even recht staan, begrijp ik. De dames zijn op van de zenuwen. 1, 2, 3! Ja, bij mij de winnares. Vita, gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe ging de race? Nou, volgens mij wel goed toch? Ik, ja, gezellig, ook heel leuk. Ja. Dus niet gevallen of glad of wat ook? Nou, ik ging wel een paar keer bijna door mijn enkel, maar het is nog net goed gegaan. Dus, De race was wel close-up, hè? Aan het eind. Ja, ja, maar ja, ik heb het niet echt meegekregen eigenlijk. Ik struikelde bijna, dus ik liep in één keer door. Bedankt, tot ziens. Ja. Maar jij bent al wel 1000 euro gewonnen. Ja, nou, ja, wel 1000 euro, ja. Je bent er blij mee? Heel blij, echt heel erg, ja. Ga je allemaal mee doen? Ga je allemaal speciaal aanschaffen of weet je nog niet? Ik heb echt nog geen idee, echt nog niet. Volgend jaar weer van de partij? Ja, zeker. Oké, succes en bedankt voor het gesprekje. Graag gedaan.
Namens Ageus het startschot. 1, 2, 3! Dat krijg je als je niet zo vaak op bakken loopt. Hij viel in ieder geval nog op zijn zijkant. Ik kan me herinneren dat vorig jaar Saskia meedeed. Ik weet niet of Saskia hier toevallig is. En dat ging echt plat op de mijl. En daar komt de eerste, als eerste geëindigd, met rugnummer 203. Lianne ten Dolle. Wachten we nog serieus nog steeds op nummer 6? Ja. Nu dacht ik ben 60 geworden, dan ga ik maar gewoon winkelen. Maar niet alleen de snelheid telt vandaag, hè, want er is ook een originaliteitsprijs. Nou ja, origineel is die zeker. Twee, drie! Als eerste gaat Om de Kerk de winnares van vorig jaar. Hakken van minimaal 9 centimeter lang en maximaal 2,5 centimeter breed. En ja hoor, het is weer dezelfde als vorig jaar. Die als eerste over de finish komt. En dan is het nog even spannend wie de nummer 2 en nummer 3 was. Vrouwkje Belksma met rug nummer 207. Maar wie waren de nummer 2 en wie waren de nummer 3? Vita is eerste geworden. Ja, eerste nieuwe voetballer is het nu al gaan doen. Ik ga naar de finalisten, maar ook de de nummer 3 krijgt een pakket. Allereerst bloemen en €400 aan waardechecks voor lokale ondernemers. Mag ik nog één keertje een applausje voor Lianne? Dan de nummer 2. Vorig jaar nummer 1. Heeft nu inmiddels al een maandsalaris bij elkaar gerend in 2 jaar. Een applausje voor Vrouwtje Belksma. En voor de nummer 2 dus, een cadeaupakket met €600 te waarde aan bonnen voor ondernemers. Nog één keer een applaus voor Vrouwtje. En dan de nummer 1, en ik ga proberen dit keer de naam goed uit te spreken. Met start nummer 217, Vita Saltarelli. Ook een groot applausje voor de nummer 1, Vita Saltarelli.
En dan nog een keer een applausje voor de drie. De nummer 1, 2 en 3. Vita, Rianne en Vrouwtje. Blijf nog even staan, dames, want er komt er nog één iemand naast te staan. En dat is degene met de meest originele outfit. Nou, mag duidelijk zijn, de reglementen staan dat je mee mag doen als vrouw en je mag meedoen als man. Er staat trouwens niks bij dat je dan als man per definitie als vrouw verkleed moet zijn. Maar dat gebeurde wel, dus dames en heren, mag ik een applaus voor Kevin van Druten. Als je op bruik komt, dan mag ik je ook zoenen natuurlijk. Kom maar hier. Dan staan ze op een rijtje. Vrouwtje, Rianne, Vita en Kevin. Nog één keertje een groot applaus. En voor de foto. Hartstikke goed. Het Nationaal Monument Winterswijk Neutraal 1914-1918, ooit opgericht door het toenmalige Winterswijks Belang, is eindelijk weer in volle glorie hersteld. Meneer Donderwinkel, wat is het belang van dit monument voor Winterswijk? Het houdt de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog open. En je ziet namelijk, dit is een van de drie monumenten in Nederland die daadwerkelijk een monument hebben voor die periode 1914-1918. En men denkt altijd dat het een oorlogsmonument is, maar het is eigenlijk een herinneringsmonument aan die periode. Je vertelde, er staat iets opmerkelijks op. We hebben tegenwoordig een partij, Winterswijks Belang, en ook op dit moment, op dit monument staat iets van Winterswijks Belang. Vertel er iets over. Nou, destijds was er een vereniging Winterswijks Belang. Die deed onder andere wat in de sociale woningbouw. Dat ook, je had ook veel van dat soort belangenverenigingen die VVV hadden. Dat was meestal ook een zo'n vereniging. En Winterswijks Belang heeft dit monument laten oprichten en aangeboden aan het gemeentebestuur. Het monument was vervallen. We hebben op een gegeven moment voor de opening van het stadskantoor hebben wij mede geholpen om hem weer te herstellen. Hij was toen ook hersteld. En helaas is door de tunnelbouw scheuren aan ontstaan. En toen hebben we besloten om gezamenlijk om het helemaal weer op te zetten. En ook weer heel erg goed te maken. Want de eerste restauratie was nog wat lekken in de bakken. Dat is nu ook niet meer. Het is nu perfect gerestaureerd. Echt vakmanschap. En iedereen die kan het nu weer zien. En hij is nu van alle kanten kun je het zien. En er is aanplant gedaan. Je kunt er omheen lopen. Is s'avonds verlicht. Schitterend mooi monument. U bent een tevreden mens, zie ik. Ik ben altijd, heel vaak tevreden, ja. Ja. En het is zo fijn dat je dat ook doen mag, hè. Dat is altijd fijn. Ja. Oké, bedankt. En nog een fijne dag. Dank u wel. Meneer Gommers, wat is dit voor monument en wat heeft Winterswijk eraan? Ja, wat is dit? Het is natuurlijk een monument voor de neutraliteit in de oorlog 14-18. Ja. Een hele grote Europese oorlog en een kentering in de Europese geschiedenis. Wat Winterswijk daaraan heeft. Ik denk dat het belangrijk is om als gemeente ook monumenten te hebben die herinneren aan een bepaalde periode of aan een bepaalde gebeurtenis. En de herinnering daaraan te koesteren, maar niet alleen dat. Maar ook wel even nadenken wat er in die periode is gebeurd en daarvan te leren naar de toekomst toe. Heel lang heeft dit monument in verval gestaan, zeg maar, hier in Winterswijk. En nu met de bouw van de tunnel is die dan toch weer opgeknapt? Ja, dat klopt. We hebben heel veel moeite gedaan om hem te bewaren zoals die was tijdens de bouw van de tunnel. Dat is niet gelukt. En uiteindelijk hebben we dat ook als reden maar aangegrepen of een gelegenheid aangegrepen om hem dan ook maar volledig te restaureren. En hem weer in oude luister te herstellen. Ja. Compleet met fontein? Compleet met fontein. Want dat was toen ook. Ooit was het natuurlijk de eerste fontein in Winterswijk. Want toen was net de watertoren in werking gesteld. Dus dat was een leuke combinatie destijds waarschijnlijk. Maar de diepere boodschap is natuurlijk neutraal Nederland in de Eerste Wereldoorlog.
Het is voor Winterswijk in elk geval een aanwinst hier bij het station en bij het stadskantoor. Dat klopt. Ik vind het gebied mooi opgeknapt. Daar ben je ongetwijfeld met me eens. En daar hoort ook het inluisteren in oude ere herstellen van het monument bij. Ik bedank u voor het gesprek. Graag gedaan. U bedankt. Maar stel wel voor dat jullie gewoon allebei proberen de plek. Tegelijk, en ze helemaal ook niet. Nou, gaan. 1, 2, 3. Hij loopt nog vast, hè? Ja. Ja. It's a beautiful day. I feel right.
feel so sad, so sad. But no one's gonna stop me now, no. So hopeless to even try. Goedemorgen, we zijn hier op de regionale wedstrijddagen van de brandweer. En de brandweer in Winswijk is natuurlijk zeer actief daarmee. Daar doen overigens, zoals ik gehoord heb, 22 korpsen aan mee. Maar we gaan dat even vragen. En naast me staan? Roland Lieverding. En daar staat nog een collega naast? Ja, Frederik Lapwijk. Wat is de bedoeling van deze dag? Wij hebben als Winterswijk gemeente deze keer de wedstrijden te organiseren. En je hebt dan twee banen. Je hebt een 1-2 baan en je hebt een TASAD baan. En de TASAD baan is gericht op brand. En de 1-2 baan is een combinatie van brand HV. En dat kun je zelf bepalen hoe je daar een scenario omheen verzint. Nou zeg ik aan een van de brandweerwagens, die kwam uit Putten, dus de Veluwe. Waar komen ze nog meer vandaan? Nou, vanmorgen is rond 8 uur is Korps Zutphen al gestart. En ja, ze komen uit heel Gelderland, Putten, Ermelo, het Harde, Lochem. Dus er zijn meerdere korpsen vertegenwoordigd uit heel Gelderland. Doet de brandweer uit Winterswijk ook met deze wedstrijd mee of is het alleen de organisatie? Ja, wij hebben alleen de organisatie in handen, dus wij doen zelf niet aan deze wedstrijden mee. Brandweer Winterswijk doet wel altijd met een team op iedere baan mee, ook zeg maar in de landen waar het gewoon georganiseerd wordt. Nou zag ik aan de juryleden die hier rondlopen dat de mannen eigenlijk op alles ook letten. Elk detail wordt bekeken, eigenlijk zelfs het opruimen. Ja, dat is helemaal correct. Er wordt natuurlijk goed naar de ploegleden gekeken, ook voor eigen veiligheid. Je mag dan nooit je eigen veiligheid in gevaar brengen. En ze worden dus allemaal beoordeeld door juryleden inderdaad. En daar zien we vanavond uiteindelijk de uitslag aan. En is de bedoeling dat iemand een zeer grote prijs krijgt of valt het mee? Nou, ze krijgen dus de eerste ploeg krijgt uiteraard de eerste prijs. En ik meen de eerste drie ploegen gaan door naar de landelijke finales. En wanneer worden die gehouden? Dat is nog niet bekend, ik zou het niet weten. Nou, denk ik dat dit een prachtig mooi item was wat op deze locatie plaatsvindt. Een auto die tegen de trein botst. Een beetje agressieve bestuurder, zeg ik ook. Ik heb het niet weer gezien, dus die zal wel ingeregeld zijn. Ja, die chauffeur is ingerekend. Die had problemen met zijn schoonvader die hier van de HSA aan het hobbyen was. En hij wilde verhaal komen halen en heeft een auto tegen de trein willen parkeren. En vervolgens is de trein heeft hem eens achteruit gegooid. En daar is vervolgens die beknelling uit voortgekomen aan de achterzijde tussen trein en wagon. Sorry. Nou kon ik dat niet zo heel goed filmen, maar in ieder geval zag ik wel dat de man vanmiddag gerustig in de tuin kan werken. Ja, hij heeft gelukkig zijn eigen beide armen nog. We hebben het wel zo gefixeerd dat de persoon zelf niets kan overkomen. Voordat wij dus ook het set weer gaan opbouwen, wordt daar heel goed naar gekeken. Worden er vaak van zulke wedstrijden gehouden? Ja, ieder jaar worden de wedstrijden gehouden en heb je zoveel organiserende korpsen nodig. En om alle deelnemers in ieder geval de regionale wedstrijden te laten doen. En vervolgens krijg je dan de landelijke wedstrijden. Dus ieder jaar is dit een terugkomend verhaal. Ja. Heren, hartelijk bedankt voor dit gesprek en ik zou zeggen tot een volgende keer en succes vandaag. Ja, dankjewel. Turn on the radio.
No, 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 this is... I gotta stay calm. This is acoustic, so I can't do it. No, lights can't be. I just can't stand.